Hoeveel deugen, vrienden? Hoeveel politiek correct geleuter kan een mens aan in zijn leven? Hoeveel kan je daarvan verdragen? Ja, van het woke gebeuren. En dat, ze zijn weer bezig. Ik heb het al gezegd. Links probeert in te halen. En oh. Je ziet de ongelukken al aankomen. Maar vooral, vrienden, de ergernis over dit hele gebeuren. Heb je het weer gelezen? Het voorstel van die GroenLinks en die Partij van de Arbeid. Ja, ouders bij wie de kinderen het huis uit zijn. Die ouders die moeten maar kleiner gaan wonen. Hey, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Beginnen jullie daar lekker zelf mee? Hey, bestuur, Partij van de Arbeid en GroenLinks. En iedereen die daar lid van is en iedereen die daarop stemt. Lekker mee beginnen zelf. Ja. Lekker je huis uitgaan. Ja. Ja. En als jullie daar allemaal klaar mee zijn. Dan komen wij wel een keer kijken. Hiero. Wat een volk zeg. En dan over die besparing van de gas, heb je gelezen? Ja, het was doordat minder douchen en de temperatuur omlaag, was dit het laagste gasverbruik in 50 jaar. En dan zegt GroenLinks, die zeggen dan van, zie je wel, het kan gewoon. Oh, het kan gewoon. Dat is het dan. Dat gewoon bejaarden in de kou laten zitten. Ja, dat kan gewoon. Ja, dat kan zeker gewoon. Je kan heel veel dingen gewoon. Je kan ook gewoon iedereen zijn auto afpakken. Ja hoor, we kunnen best zonder auto hoor. Ja hoor, dat kan gewoon. Iedereen zijn telefoon afpakken. Tuurlijk, dat kan gewoon. GroenLinks, hier. En je kan ook, net als Mandela, op een stenen vloer slapen in een cel. Ja, dat kan gewoon. Je kan ook terug naar het stenen tijdperk van de Flintstones. Want dat is wat ze willen daar bij GroenLinks. Ja, je kan ook gewoon alle toiletten in Nederland weghalen. Ja, dan gaan we allemaal weer in de bosjes zitten schijten zoals vroeger. Ja, dat kan gewoon. Narcose bij een operatie. Niet nodig, volgens GroenLinks. Dat kan gewoon. Ja, alles kan gewoon. Maar weet je wat er ook gewoon kan? GroenLinks en Partij van de Arbeid. Niet op jullie stemmen. Dat kan ook gewoon.